Lieve Marianne, maandag 29 november. Een nieuwe variant van de coronavirus is gevonden in Zuid-Afrika. Dus baie meer aanstekelijk, maar je is minder ziek daarvoor. He? Dat is Afrikaans voor. Er is een nieuwe variant van het coronavirus gevonden in Zuidelijk Afrika. Het is besmettelijker, maar je wordt er minder ziek van. Eerst had je de Britse variant, nu de Zuid-Afrikaanse variant. En je herkent iemand die ziek is snel, doordat hij of zij opeens veel Afrikaanse woorden gebruikt. Daarom even een korte Zuid-Afrikaanse woordenquiz. Oh, leuk! Ja, leuk. Daar komt hij, jongens. Het is kiezen, het is een of ander. Ja. Wat is het Afrikaanse woord voor trainer? Is dat africhter of ploegcoachie? Ach, africhter. Oh. Dat is africhter. Ja. Is een krokodil een plathond of een pootjeshaai? Pootjeshaai? Nee, het is een plathond. Is een sekswerker een betaalgenoot of een prikkelpoppie? Prikkelpoppie. Ja, dat is een prikkelpoppie. Is een giraf een langnekkie of een kameelpeert? Langnekkie. Nee, een kameelpeert. Oh. Oh. Een tussendoortje, is dat een puzzelhappie of een smikkelsnekkie? Een puzzel. Nee, een puzzelhappie. Oh. Frank, je hebt er maar één goed. Is een duikboot een staalvis of een canicinibootje? Canicinibootje. Is een canicinibootje. Yes. Ja. Is de Nederlandse regering een aanmodderkamertje of een canicinclubpie? 100% aanmodderkamertje. Ja, maar het is allebei. Oh. Is goed, ja. Nou, dus we hebben er weer een variant bij. Als het zo doorgaat, dan zijn er binnenkort meer coronavarianten dan op elkaar lijkende talkshows in Nederland. 50 Britten zitten vanwege een enorme sneeuwstorm al meerdere dagen en nachten vast in de hoogstgelegen pub van het land. Twee fragmenten uit het nieuws hierover. 1. Enkele gasten die vanwege medische of andere noodzaak toch naar huis moesten, zijn zondag opgehaald. En 2. De andere mensen vermaken zich prima, zegt de pubmanager tegen de BBC. Er zijn nieuwe vriendschappen, we hebben quizzen en karaoke georganiseerd. De chefs maken lekker eten, mensen spelen spelletjes. We hebben het gewoon echt heel erg leuk. Snap je? Je kon dus wel worden weggehaald door een speciaal team. Maar 50 gasten zagen geen enkele noodzaak. Integendeel, als je langer vastzit, dan hoef je niet naar huis. Lekker karaoke en quizzen, lekker eten, nieuwe vriendschappen, diepe liefdes. If you can't be with the one you love, love the one you're with. Dus vul de glazen en hoog dat vet en je hoeft niks uit te leggen, want je zit vast en je hebt zelf bedacht dat er heel slecht bereik is en de sneeuw is inderdaad al lang weg, maar je blijft lekker tot eind van de maand en misschien gaat het dan wel weer sneeuwen. Dus laten ze wel met helikopters, vaten, bierkratten, whisky, gebraden kalkoenen en schoon ondergoed droppen. En oh ja, schat, ik hou van je. Het is heel zwaar, maar het komt ooit goed. En oh, ik moet hangen, want de pubquiz begint. En die is echt heel moeilijk. Niet huilen, schat, want de muziekvragen weet ik vaak wel. Dinsdag 30 november. Lionel Messi heeft voor de 7e keer de gouden bal gewonnen voor beste voetballer van de wereld. Dus niet Robert Lewandowski, die in elke wedstrijd waar dan ook minimaal 1 doelpunt maakte en er in de poolfase van de Champions League zelfs meer heeft gemaakt dan Haller. Bij de verkiezingen van de beste voetbalster van de wereld werden Vivian Miedema en Lieke Martens respectievelijk 4e en 5e. Maar zoals Cruijff dan zou zeggen, dan mag je die 4 van de 5 aftrekken en dan ben je opgeteld eerste. Ja. Een 33-jarige vrouw heeft zich jarenlang voorgedaan als arts. Zonder de juiste diploma's werkte ze als huisarts, heeft ze nachtdiensten gedraaid, patiënten gediagnosticeerd, medicijnen voorgeschreven en ze gaf injecties. Tot dusver heeft het niet gezorgd voor schade bij de patiënten, maar ik ga nu wel twijfelen aan mijn overbuurman, die zegt dat hij gynaecoloog is, maar overdag rijdt in een busje van een loodgietersbedrijf. Maar goed, ik ken ook 11 miljoen mensen die al 1,5 jaar beweren dat ze viroloog zijn. Ik ken een gymleraar die zegt dat hij cabaretier is. Ja. En 2 mannen van de sociale werkplaats die beweren dat ze sidekick zijn bij de ochtendshow van 538. De missionair premier Rutte hoopt dat er voor kerst een nieuw kabinet is. Wat denken jullie dat de meest voorkomende reactie hierop was in Nederland? Ja. Juist. Welke kerst? Het gaat om deze kerst. En zo zegt Rutte, met een nieuw elan. Tenminste, dat denken veel mensen te hebben gehoord. Maar Rutte heeft gezegd, met kerst, met een nieuwe elan. In plaats van Rudolf het rendier, want die heeft een rode loopneus. Woensdag 1 december, de neparts van dinsdag, bracht me wel op het idee om de personeelstekorten op te lossen in de zorg en het onderwijs. Laten we die tekorten verkleinen met mensen met, in deze tijd, minder essentiële beroepen. Of beroepen die je ook kunt inzetten in het zorg en onderwijs. Ik bedoel mensen van allerlei adviesbureaus, loopbaanbegeleiders,
Leraren, leraarverkopers van badkleding. Het is wintermensen, beleggers, aura-lezers, stadionsupposten. Stadions zijn dicht, tussenpersonen, reisagentschappen en junks. Want die weten wel wat prikken is. Nou, 2 tot 4 weken bijscholen voor de kleine klussen in de zorg en het onderwijs. En dit is opgelost. Nu is er bijvoorbeeld in het basisonderwijs een enorm tekort aan snottenbellen-experts. Alle leerlingen moeten bestudeerd worden op snottenbellen. Zijn het eenvoudige. Het is na een eenvoudige cursus snottenbellen blazen, kan het worden opgelost. Dan kan het door oproepkrachten worden beoordeeld. Is het to be or not to be? Ja. Mooi. Dankjewel. Hans de Boy was ook opgenomen voor corona. Was hij flink ziek van. En dat zong hij ook duidelijk. Snottenbel, het wordt niet zonder jou. Donderdag 2 december. Tijdens de WK in Qatar zijn homo's welkom als ze maar niet openlijk vooruitkomen en geen affectie tonen in het openbaar. Vrouwen zijn ook welkom, maar niet als ze zich zodanig gedragen. Er zijn nog meer vastzitters door sneeuwstormen. Tientallen mensen hebben in Denemarken noodgedwongen de nacht doorgebracht in een grote IKEA-winkel. Een vriend en een vriendin van mij zijn daar een keer voor opgepakt in Denemarken, maar toen was het ook hartje zomer. Nou, dan is het alweer vrijdag 3 december. Een mevrouw uit Scheveningen reageerde vorige week op mijn column met de uitspraak: geen niveau. Ben ik toch over na gaan denken. Want iedereen kan geraakt worden door een bepaalde toevoeging. Bij veel mensen is dat de toevoeging je moeder, of hoer, of mietje, mongool, of debiel, of jelmer. Kijk, ik heb het meest last van schijnbaar onschuldige beledigingen. Een straatmuzikant vroeg een keer aan mij: zou jij met mij muziek willen gaan maken in Chicago? Ik zeg nee. Hij zegt ja, dat dacht ik wel. Jij bent een hele onbenullige man. Onbenullig. Dat kwam zo hard aan. Misschien omdat het waar is. Juist dat soort woorden gaat onder mijn huid zitten. Ik vind dat soort woorden vervelend. Ik heb het ook als mensen in een gesprek zuchtend opeens zeggen: laat maar. Laat maar. Daarin zit verborgen, dat begrijp je niet. Daar ben je te onbenullig voor. Weet je wat ik ook allemaal erg vind? Dingen als ha, 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 ha. Of ben je daar niet wat te oud voor? Of alsof jij dat zelf wel doet. Of ja, je bent heel zielig. Of wat hadden we nou afgesproken? Of ik ruim het wel weer op. En als ergste, waarom ga je dan gelijk douchen als je thuis komt? Nou. Geen niveau. Voor de duidelijkheid, ik nam het niet heel persoonlijk op, maar als iets dat veel zegt over onze maatschappij. Want vorige week, ik keek nog even naar mijn column, ik veroordeelde de rellen. Ik maakte me zorgen of een kind nog agent of ambulancechauffeur wilde worden. Vond dat het bij een goede scheidsrechter niet uitmaakt of het een man of een vrouw is. Hoe belangrijk een juf kan zijn, bijvoorbeeld voor Adele. Mijn vader, die trots op me was, dat je van roken kanker kunt krijgen en dat je niet met stenen moet gooien, maar beter een stroopwafel kunt aanbieden. Heeft het omgekeerde dan wel niveau? Bijvoorbeeld dat je agenten moet slopen, ambulances in de fik moet steken, een vrouw niet mag fluiten bij mannenvoetbal, een juf totaal onbelangrijk is, roken gezond en dat haat meer oplevert dan liefde. Wat ik wil zeggen, laten wij dan samen een keer snel een visje gaan eten op Scheveningen. Met een stroopwafel toe, ik weet nog niet wanneer, maar we zien dan wel hoe. En dat wou ik ook zeggen, allemaal een prettige Sint en tot volgende week.